Hey mensen, Lorenzo Games hier zo, met vandaag... Oh, nou, game loot. Ik heb 13 vuurwerk gevonden. Oké, maar met vandaag in ieder geval een Minecraft minigame. Zover je het een minigame kan noemen, want aangezien het best wel lang kan duren, hè. Maar ik ben hier namelijk niet alleen, ik ben met Remco Games 08. Yo. En het is alweer een tijdje geleden dat ik samen met hem iets had opgenomen. Hè? En we zijn de laatste tijd een beetje op deze server aan te kloten en doen. En we hebben dus een soort van, ja, een Counter-Strike minigame gevonden. Dus zo grappig, zoals jullie zien. Ik heb ook een soort van resource pack aan. Dit wordt normaal, dit hoort wol te zijn. En het is wel grappig. En waarom het zo grappig is, gaan jullie zo meteen gelijk zien. Want ja, resource pack natuurlijk. En we gaan natuurlijk hopen dat we winnen. Jij zit in team rood. Welk team zit ik? Ook rood. Oké, beter. We willen natuurlijk wel bij elkaar in team zitten. En we zijn in ieder geval... In totaal hebben we nu iets van 4 matches gedaan volgens mij. Zoiets, ja. Ja. En het is wel grappig op zich. Je moet gewoon echt goed opletten en niet doodgaan natuurlijk. Je hebt hier een shop. Kan je dingen mee kopen. Nou, ik koop nu even mijn helm alvast. Gewoon voor de zekerheid. En ik heb nu een klein pistool, het heet een klok, 18. En dit is de goede kant, vind ik. Ik ben nu een beetje gewend aan deze map. Dat is wel lachen. Maar ja, het doel is dus eigenlijk om gewoon... Wij zijn nu dus de terroristen, zeg maar. Dus terroristen. En wij moeten een bom planten. En iemand van ons team heeft een bom bij zich. Of hij wordt neergeknapt en dan ligt de bom gewoon op de grond. En dan moeten wij de bom oprapen. En daarmee kunnen wij dus winnen als je hem hebt gepland en laten we kloppen. Daar ligt de bom, zie ik. Dit is dus de bom. Zie je? En die wil ik dus gepland en daar is een enemy. En ik heb geen goed wapen, dus nu ben ik een beetje... Dus ja. Wat? Het zijn allemaal... Ah, ik was natuurlijk gewend dat ik in blauw zat. Van de vorige match. Dus letterlijk. Er zaten echt fucking veel blauwe mensen achter mij. En die kilden mij gewoon. En ik maar denk, oh die horen bij mij. Ze mijn team. Nou, je kan dus allemaal wapens kopen. En in dit geval heb ik dus nu een sniper gekocht. Verder heb ik niet zoveel geld. Dus kan ik niet echt veel dingen meer kopen ervan. En met een sniper kan ik een klein beetje inzoomen. Niet zo super veel. Maar het is wel grappig gemaakt. Dat je zomaar zo'n scope ziet. En zo achter mij rennen. En ja, dan heb je natuurlijk de klok. De mensen die het willen spelen, het is op MinePlex server, als ik het niet vergeet zal ik nog even in de beschrijving zetten natuurlijk. Zodat jullie ook gewoon deze game kunnen spelen als jullie dat zouden willen. Sterk. Daar is daar iemand. En die is zwaar gehit. Zie je, nu is die dood. Kom op, kan jij? Hij is dood. Sorry. Sorry dat ik een kill heb gesteeld. Maakt niet uit. Maar, gaat om dat we winnen. Ja, daarom. We moeten gewoon even winnen. En dan zijn we er vanaf. En dan hebben we weer... Want je moet zeg maar 8 wins hebben als een team. Nou, als je dat hebt gedaan, dan is de game pas voorbij. En vandaar dus dat het mogelijk is dat het best wel lang kan duren, zo'n game. Hij is zwaar gedamaged. Is hij dood? Ja, hij is dood. Oh nee, hij is niet dood. Fuck. Ik ben denk ik geflasht ofzo. Ja, ik ook. Oh, nu kijk. Die flash duurt best lang eigenlijk. Dat is de eerste keer dat ik geflasht ben. Ik zie hier een, wat is het? Een smoke grenade. Smoke. En die kan je gooien en dan komt er smoke. Zoals je natuurlijk zou verwachten. Maar ik heb nog maar 1 hartje. Dus ik hoop dat ik een beetje geluk heb. En we hadden de bom gepland, toch? Ja, een bom is active. Oké, beter. Ik zie hier nog een flashbang. Dus dat is ook mooi. Oh, daar ben je. Kom even terug voor de zekerheid. Winnen we, winnen we. Hebben we gewoon... Nice. Ja, ja, nice. Chill. Boom. En toen waren we dood. Shit, moet nog wel opnieuw wapens kopen. Ja, ik ook. Beetje jammer. Niks aan te doen. Hoort bij het spel, hè. Ja, dus... maar het is wel grappig. Ik vond het vet dat je ook gewoon... verschillende wapens kan kopen, zeg maar. Dat was het eerste wat mij best wel verbaasde. Aangezien je natuurlijk niet veel minigames hebben die dit dit systeem beheersen, zeg maar. Nou. Dat vond ik wel vet eigenlijk. Ah nee, ik ben geflasht door jou denk ik. Ah fuck, sorry. Maar de bom is geplant, dus dat is mooi. Dus nu moeten we hier even blijven en daar komt iemand aan. Twee. Oh, ik heb hem een headshot gegeven, super ver weg. Ja, ik zag het. Wow, die had ik echt niet verwacht. Nee, ik ook niet eigenlijk. Maar die was echt ziek ver weg. Maar er liep er daar nog een als het goed is. Ja, klopt. En die gaat nu via daar. Ik ben geflasht. Ik ook. Snel. Snel. Links van ons. Links. En nu gaan we dood omdat de bom... Hij is daar. Ja, hij is daar. Ik ben dood. Ah, ik ben ook dood. Maar we hebben gewonnen. Ja. Gelukkig. Daar doen we het voor. Yep. En dus als je doodgaat, dan behoud je ook je wapens, zeg maar. En je levend blijft, je armor en weet ik het allemaal wat je nog had. En dat kan je natuurlijk ook weer laten veranderen in een iets anders. Ah, ik ben weer dood. Zo goed. Kijk uit voor je, niet voor je. Ja, ik ga dood. Maar ja, dit is dus best wel een grappig spel. Ik had het echt niet... want het staat gewoon een beetje random op de MinePlex. Ik dacht een beetje random games te spelen en weet ik het allemaal. En toen dacht ik, weet je, laten we gewoon deze spelen. Het heet Mine Strike. En toen gingen we hierin en toen dacht ik, hé, dat is van Counter-Strike. En het is best wel grappig, want ze hebben ook echt een map nagemaakt en zo. Dus als je een beetje een Counter-Strike fanaat bent of... Zo Minecraft fanaat die een beetje van die random schieten dingen houdt. Join de MinePlex server en speel het, want het is echt super awesome. Kijk, dit is de bom, voor de mensen die het nog niet wisten. En hun hebben gewonnen. En dat is wat minder. Het staat nu 2-2. Dat zien jullie rechts. Dat had ik me al voorgenomen dat jullie dat wisten. Maar toch voor de zekerheid even zeggen. Oké, gaan we beginnen? Ja, we zijn begonnen. We zijn begonnen. Kijk, ik ga even deze route een keer, want anders zien kijkers ook alleen maar hetzelfde en dat is niet leuk. Hij gaat dood, ik heb granaten gegooid, boom! Ah, hij is niet dood. Oh nice, ik heb een wapen opgepakt. Hoe doe je dat? Ja, gewoon eroverheen lopen als je geen wapen meer hebt. Dus eerst op Q denk ik en daarna eroverheen lopen. Ik weet niet precies, het is wel een sniper. Ik heb deze sniper nog niet... Oh wacht, dit is een M4 volgens mij. Nee, een SG553. What the fuck? Nooit van gehoord. Misschien is dat wel zo'n ding die gekocht is door een speler met echt... Ik ben dood. Met echt geld ofzo. Dat kan denk ik wel, ik weet niet. Ja, ik weet het ook niet. Maar mensen, als jullie dus meer van dit soort video's willen... Laat het even weten in de reacties. En ja, wie weet komen er wel meerdere video's van dit natuurlijk. Als Remco daar ook mee akkoord gaat. Tuurlijk. Nou kijk, dat doet hij dan weer voor. Doet hij even. Dat is toch wel aardig hoor. Ja. Okay. Oh, je hebt de bom. Oh, gezellig. Dan, ik ga naar B denk ik. Okay, misschien ze dat ook een keer. Omdat je even bommen natuurlijk. Ik hoop dat ik zo meteen een primary weapon op de grond zie liggen, zodat ik die kan oppakken. Oké. Ja, ik verwacht hier iemand, dus... Ja. Wacht even, wacht. Blijf hier. Ja, hier is iemand. Hier. Fuck. Yes, hij is dood. Nice. Oké. Planten. Wacht. Er staat daar iemand. Boven je. Oh, fuck. Ja, ik had een sniper, maar dat was niet goed te gaan. Ik kwam no-scopen. Ja, dat kan niet. Jawel, het kan wel. Ja, het kan wel. Wanneer gaat hij dood? Je moest hem kniven. Ja. Nou ja, we hebben gewonnen. Ja, gelukkig. Ik ga ze een shotgun nemen en dan ga ik weer naar B. Ik heb ook een shotgun. Oh, je hebt weer de bom. Geef mij die bom eens. Drop hem. Kan dat? Ja, dat kan. Nice. Oké. Tuurlijk kan dat. Kijk, nu dit is dus de bom, mensen. En die moet je planten, hè. En ik krijg een beetje lag spike van hier tot Tokio. Je was niet de enige. Nee. Heb je het ook? Ik had het net wel, ja. Nou niet meer. Ja, nu heb ik er ook geen last meer van. Staat daar iemand? Ik weet niet of die... Ja, maar ik weet niet of die bij ons hoort. Volgens mij wel. Ja. Wel? Ja. Oké, ik ga hem planten. Jo. Nou, zo plant je dus een bom. Is voor mij ook de eerste keer. En hij is gepland. Oké, nice. Oké, ik blijf hier staan. Ja, is goed. En dan ga ik hier staan. Zo. Oh, fuck. Ik hoorde een bom gaan. Oh, tip. Ik ben geraakt door een bom, maar ik weet niet waar vandaan. Oh, ik ben ook geflasht. Oh, shit. Ben je dood? Hij kwam ineens... Ja, hij kwam ineens achter me staan. Ik zal even kijken of ik hem kan zien. Hij is niet achter het hek daar waar jij loopt. Nee, hij is hier niet, nee. Yes! Nee, niet. Nee, huh? Ze hebben gedefused. Ja. Niemand was er meer. Waarom is iedereen weggegaan daar? Iedereen was dood. Ja, ik leefde nog, hoor. Ja, behalve jij, hè. De rest was dood. Oh, ik wist niet dat jij ook dood was gegaan. Ja, dat zei ik net. Iemand stond achter mij ineens. Oké, sorry hoor. Dus dat je boos wordt. Ben je boos, maar kwaad. Ik heb de bom trouwens niet, hè? Ik ook niet. Oké, hier is iemand. Ah, ik zie het. Ja, wanneer gaat die dood? Niet. Ik heb hem twee keer geshotgunt. Ik ben ook dood. Nou ja, wat slaat dit nou weer op? Ah, we moeten dit even winnen. Oh, ik krijg maar lag spikes. Kan hier ook... Oh, je mooi, kan hier ook naar beneden. Oh. Ik ben gelijk aan de andere kant van de map. Ik weet niet waar jij bent. Ja, ik ben dood. Ja, dat begrijp ik. Ja. Jongen, het is een beetje moeilijk uitgelegd. Zo, we hebben weer eens verloren. 5-3, kom op, we moeten winnen. Ja, tuurlijk. Tuurlijk moeten we winnen. Maar ja, het is... Het is niet zo makkelijk, hè? Okay. Waar gaan we heen? Weer B? Ja. Ik heb een sniper gekozen dit keer. Ja, dus... ik heb ook een sniper. Oké. Dat wordt leuk. Dat wordt moeilijk. Ik ga wel even met secondary lopen. Ah, kom hier zo, kom. Hier had ik het over. Oh, oké. Hier zo. Ik ben gelijk aan de andere kant van de map. Kijk, hier loopt iemand. Nee. Ah ja, ik zie het. Ik zal een granaat naar hem toe gooien. Ja. Hier is ook iemand. Ja hoor. Ik miste gewoon. Wat? Ik mis ook. Is hij nou dood? Ja, hij is dood. Ja, jij killed hem. Ja. Ik had het niet gezien. En wat? In je rug. Ah, gaat lekker zo meteen. Ja. Nou, jongens, dat wordt geen sniper. Zo, even een Desert Eagle gepakt. Dat is ook mijn enige wapen waarmee ik ga schieten. Oké, waar wil je nu heen? Nevermind. Hier zo. Oké. Gewoon rennen. Gewoon blijven bewegen, gewoon rennen. Gebeurt er niks, zie je? Kan ik gelijk ook. Kom dan! Zo, wat een kut wapen is dit. Nee! Zo. Dat ging ook nog maar net goed. Flash en grenade ineens. Ik ben dik gesniped, maar van waar? Oh, ja, nee. Ik lag weer heel erg. Ja, dat zie ik. Jezus. Nou, ze moeten nog 1 keer winnen en dan is de aflevering afgelopen en de match. Dus mensen, laat het gewoon even weten of jullie dit willen zien, willen blijven zien. En dan zullen wij... natuurlijk meerdere afleveringen maken. Als jullie dat zouden willen. Kom, we gaan nog even hierheen. Okay. Ik heb weer sniper trouwens. Ik niet, dus. Oké. Ik ben dood, hij staat achter het hek. Ja, nee, ik heb plek. Ik heb de bom gehouden, ik krijg het niet als. Ja, hij is wel dood. Er komen mensen in je rug. Echt? Twee. Eentje komt nu in je rug. Eentje gaat naar onze spawn. Ja, hij is sowieso geflasht. Ja, oké, nice. Ik had hem flashbang gegooid, nu was hij geflasht en heeft mijn teammaat hem vermoord. Bij onze spawn, daar liep er net ook in. Ik zal even kijken waar die nu is. Oké. Ja, ik ga gewoon de bom planten. Ja, doe maar. Zo, geplant. Kijken. Oké, kom op, deze moeten we halen. Huh? Die gozer die schiet gewoon zo'n blok heen. Kom op, kill hem. Ja. Yes. Oké. Er is er nog een. Ja, maar waar? Ik zie hem niet, dus. Ah, nice, maar gewonnen. Nice. Eindelijk weer een keer gewonnen. Ik moet gewoon vaker de bom hebben. Dat is gewoon het hele probleem. Ja. Zo, dan maar een Galil AR. Oké, waar ben je nu heen? Gewoon hier zo. Ik heb de bom trouwens. Echt? Ja. Okay. Ik ga naar richting A. Ik zie het. Kijk, er staan geen mensen. Ja, ik zie daar iemand. Oh ja, ik zie hem. Zolang die mij mist, vind ik het goed. Ja, ik ben geflasht. Waarom? Een teammate sloeg mij. Met een knife. Echt? Ja. Word je ook gedamaged? Ja. Oh lol, er staat fucking friendly fire gewoon. Shit. Leef je nog? Nou ja, het zo, deze gozer kan echt niet snipen. Niet dat ik het goed kan, maar... Ik ben hem aan het planten. Blijf daar, blijf daar. Yes, ik heb hem gekillt. Wel dikke kills, die doen maar maakt niet uit. Okay. Daar is iemand bij jou. Ja, ik zie het niet door de lag. Hij is al dood. Ja, dat zag ik er wel. Ik heb hem gekillt voor ons. Oké, ren zoals weg voordat je dood gaat door de bom. Ja. Maar niet te ver. Zo hier al heen. Zijn hele team rent weg. Echt? Ja, nou er staat er nog één. Oké, dan is het goed. Volgens mij is hier iemand. Oh nee, dat is een teammaat. Huh? Ja, ik zie hem. Maar... Ja, dat heeft geen zin meer. Je bent dood door een C4 explosion. Ja, mijn eigen bom. Neem die wel. Oké, ik heb nu alles gekocht wat je mogelijk kan kopen, zeg maar. Oké. We hopen dat het ook... Fuck! Nee. Ze zijn geflasht al. Ja, ik ook. Nou, ik ook. Fijn, ik ben dood. Blijf daar waar je nu staat. Hier is nog één iemand en die loopt nu terug naar beneden. Er zijn er hier twee zelfs. Eentje staat om het hoekje te kijken met F5 mode. Oké. Ik ben weer geflasht. Niet daarin lopen, hij gaat je doden. Die maat die fixt net. Er is ook eentje achter jou. Oh nee, ja die komt nu achter jou, daar. Waar je nu heen loopt. Daar is hij. Oké, hij komt eraan, hij komt eraan. Oh, die leer. Jezus. Nou ja, niks aan te doen. We hebben al sowieso 20 minuten opgenomen, denk ik. Dat is wel leuk. In die richting, denk ik. Ik ben niet zeker, maar... Sowieso 10, moet wel. Huh. Oké, nou, bom, ga af. Er is hier iemand. Ja. Shit. Oké. We winnen het. Wauw, die gozer gaat ook echt voor die kill. Eerlijk. Ja. Oké, die. Kan niet, oké. Nou, ik heb nu een sniper. Alweer? Ja. Alweer. Waar ga je heen? Ik ga hier even kijken of ik... iemand van het. Nee, ik heb hem niet, niet gekild. Een bommetje daarheen? Ja, kan. You never know. Mm-hmm. Oh, kut. Nee. Ik zie hier iemand. Shit. Oké, ik ga even omlopen. Oh, ik sta achter jou. Ja, ik ben dood. Ik zag het. Oh, ik ook. Ik heb echt 10 keer op hem gesnijd, nou, 10 keer. 3 keer. Maar ik ga niet dood. Ik ben zo scheef of... ik ben dat SWAT gaat vinden. Ja. Ja, oké. Okay. Helaas! Mensen, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Nogmaals, laat het weten door middel van duimpjes omhoog. Of duimpjes naar beneden. Of een reactie of jullie meer van deze minigame willen. En echt van deze minigame bedoel ik ook, niet van andere minigames. En dan hoor ik het wel van jullie in ieder geval. Bedankt voor het kijken. Dit was Lorenzo Games samen met... Remco Games. En Remco Games kanaal staat trouwens ook in de beschrijving. Zodat hij ook weer misschien wat abonnees erbij krijgt. Hij heeft op dit moment 12 heb ik gezien. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dit was Lorenzo Games. In Minecraft met een minigame die heet Mine Strike. Later!